Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur. We Safety, veiligheid doen we samen. En Fit 20, fit in 20 minuten per week. Trotse supporters van SC Cambuur. Jamie, we hebben het de afgelopen weken eigenlijk alleen maar over feestjes, promotie. Het aftellen is begonnen. Hoe ervaar jij dat persoonlijk de laatste weken? Nou, de laatste weken is het vooral gewoon kijken naar de ranglijst en kijken wat we zelf doen. Maar de afgelopen dagen is het vooral wat jij zegt, het aftellen wel begonnen. Maar wel gewoon, wel gewoon focussen op de wedstrijd. Dat we wel jezelf moeten winnen. Wil het morgen een leuk moment worden. Dus zijn we toe aan het leven. Ja, snap ik. Al die leuke dingen die gaan komen, als het goed is natuurlijk. Dat moet morgen nog wel even Helmondsport verslagen worden. Dat vergeten we misschien, maar nee, dat moet er wel gebeuren. Ja, nee, maar dat zeg ik ook. Kijk, dat is een voorbode voor wat er gaat komen. En dat er gewoon gewonnen moet worden morgen. Dus dat is even voor nu het belangrijkste. En dan komt dat feestje. Hoe graag willen jullie die promotie na 62 wedstrijden? Want jij hebt het van het begin meegemaakt, hè? Ja, we willen. Ik denk dat wij dit na twee seizoenen gewoon hartstikke verdiend hebben. We staan bijna twee seizoenen bovenaan, dus willen en verdienen, dat is denk ik wel iets waar we met z'n allen trots op kunnen zijn. Ja, ik heb het over feestjes en over van alles en nog wat eromheen. Jouw feestje is dat je als Cambuur promoveert gewoon lekker hier blijft, toch? Ja, klopt. Ja, dan gaat mijn optie in, dus daar ben ik hartstikke blij mee. Ja, snap ik. Volgende week Jong AZ, stel dat het nou niet gaat lukken. Uit tegen Jong AZ, daar heb je zelf gespeeld in 2016, als ik me goed heb voorbereid. Dat zou ook wel wat zijn om daar... ik zei het, dat zei ik vorige week al, dat het hartstikke mooi zou zijn voor mij en voor Mees natuurlijk. En we zitten er nog een paar in, jongens ook. Om daar kampioen te worden en eigenlijk te laten zien dat je de volgende stap in je carrière wel gemaakt hebt. En dat is wel, zou mooi zijn. Ja, FC Noord-Holland is het bijna aan het worden. Ja, we hebben er veel, hè. Dat komt vaker voor, maar we hebben het leuk hier. Dus, Dat begrijp ik. Die wedstrijd morgen tegen Helmondsport moet nog even tussen aanhalingstekens gewonnen worden. Jij bent weer terug van een blessure. Je bent gelukkig weer aan het trainen. Het gaat lekker. Maak je al minuten? Of gaan we dat nog later meemaken? Ik zou in principe gewoon kunnen spelen. Ja. Niet al te lang, het liefst. Maar minuten maken kan ik zeker. Dus kijk ernaar uit. Hebben we zin in. Helmond uit, dat was voor jou ook een aparte wedstrijd, hè? Want je was daarvoor eigenlijk even gewisseld. In de tweede helft kom je erin en van een 1-0 achterstand winnen jullie met 5-1. Speelt dat nog mee in je gedachten, zo'n ommekeer? Ja, speelt het mee. Dat dacht ik wel aan voor deze wedstrijd, dat je daar herinneringen bij krijgt. Maar voor mij zit daar bij die wedstrijd aan het einde een fijn gevoel, aan het begin wat minder. Dus ik kijk daar wel... wat positief op terug. Misschien een hele gekke vraag, maar ik stel hem toch. Want je hebt het de laatste tijd ook even vanaf de tribune de wedstrijd moeten bekijken. Leer je daar ook van? Want je ziet de wedstrijd natuurlijk van een hele andere kant. Want wij als pers zien weer een heel andere wedstrijd als jullie die in het veld staan. Ja, wij doen... als wij de bespreking binnen doen, dan zit ik er gewoon altijd bij. Dus ik kijk altijd wel of wij echt kunnen doen wat we van tevoren besproken hebben. Maar zie je dat dan ook? Van, er gaat iets mis? Ja, ik kijk vooral naar de dingen die we echt goed doen. Ja. En dat valt mij meer op. En als er wat fout gaat, kijk ik er ook naar. Maar dat gebeurt veel minder. Maar dat ik ervan leer, absoluut. Maar ik sta liever op het veld en leer nog meer. Maar dan zouden meer spelers af en toe eens even op die tribune moeten zitten, toch? Ik denk niet dat het... ik denk dat je liever speelt en dat je dan meer leert dan zo. Tot slot, we kunnen er niet omheen. Als het morgen echt losgaat, dat zou natuurlijk een feestje zijn. Het is niet officieel, dat is een beetje jammer natuurlijk. Nee, maar voor ons wel. Oké. Okay. Wat gaat er na het laatste fluitsignaal gebeuren, mochten jullie van Helmond winnen? Dat weet ik niet. Kijk, ons doel is natuurlijk om kampioen te worden. Maar je kunt het niet vieren met je publiek. Nee, dat is hartstikke lastig. Ik denk dat wel het... misschien wat het stomste is van dit hele jaar, dat we dat niet die vreugde niet kunnen delen met elkaar. Maar misschien dat we dat later nog kunnen doen.